Herman en ik hadden ongeveer dezelfde soort droom als kind. Ik wilde als kind altijd zingen en ging dan met een stofzuigerslang als microfoon standaard. En dan zong ik liedjes van Shirley Bassey en van Heintje. Ik was ooit in Tivoli met 1500 andere schreeuwende kinderen. En was helemaal niet van plan ook stil te worden. Totdat het zaallicht uitging en toen verscheen er een mannetje en die zei: goedemiddag jongens en meisjes, mijn naam is Capino. Toen maakte hij een supermooi sprongetje en toen was ik verkocht. Het Herman van Veen Art Center is een sociaal-maatschappelijk kunstencentrum waar jonge kunstenaars de mogelijkheid krijgen om te spelen en zich verder te ontwikkelen. Waar we veel groepen uitnodigen die daarvoor nooit een kaartje hoeven kopen. Groepen die zich dat niet zo makkelijk kunnen veroorloven of niet de gelegenheid hebben. En het speelt zich allemaal af op 100 hectare beschermd natuurgebied. Dus dat is een bonus, die konden we niet kopen. Het is vooral de ontmoeting met de natuur en de kunsten waarvan wij zeker weten, en dat weten we al 50 jaar, dat dat onvergetelijk is. Omdat het hartstikke uniek is en behouden dient te blijven. Mijn drijfveer is niet anders dan die van Edith, geluk. Hier deelgenoot van te zijn en dit allemaal te mogen en kunnen beleven is een voorrecht. Het grootste cadeau van mijn leven.